Yes! Yay! Basisschool De Brederooschool in De Weijert heeft vandaag het plakkaat Sportactieve School uitgereikt gekregen. Hiermee is de school de eerste in de stad en de provincie Groningen. Het plakkaat werd uitgereikt door oud-voetballer Erwin Koeman. Ik geef jullie de certificering, die mogen jullie openmaken. En zorg in ieder geval voor dat hij een hele mooie plaats ergens op school krijgt. Van harte gefeliciteerd. De prijs wordt aangeboden door de sportkoepels NOC-NSF. De school krijgt het plakkaat omdat ruim aandacht gegeven wordt aan verschillende sportactiviteiten. Iedereen in Nederland weet hoe belangrijk bewegen is, dat bewegen goed voor je gezondheid is. Maar dat het ook weer je hoofd vrij maakt om daarna lekker te leren. Nou, en dat dat beloond en bekroond wordt, nou, daar zijn we natuurlijk super trots op. Alles komt anders in de knoop met de planning, jongens. Het is niet anders. Erwin Koeman is gevraagd voor de uitreiking omdat hij jarenlang leerling was op de Brederooschool. Ik heb hier op school gezeten 6 jaar. En als zij een certificering krijgen voor de sportactiefste school van Groningen en van de provincie Groningen, is geweldig. Toevallig mijn oude school, dus vandaar dat ik hier ben. De leerlingen van de school zijn de hele dag bezig geweest met sport. Wat vind je het spannend? Nou, dat Erwin Koeman op school is. Ja, dat is wel heel spannend, hè? Ja. Heb je hem al gesproken? Nee, maar ik heb hem aangeraakt. Zo, je hebt hem aangeraakt.